In de vorige video zagen hoe we hoe de Britten op politiek gebied steeds meer grip kregen op India. In deze video zullen we gaan kijken naar wat, welke gevolgen dat had op economisch gebied. Want ook daar zie je dat de Britten hun grip op India verstevigen. En om daar goed naar te kunnen gaan kijken, moeten we even twee kenmerkende aspecten van tijdvak achteruit pakken. Namelijk de industrialisatie, het gegeven dat uh, machinale productie in fabrieken het belangrijkste middel van bestaan wordt. En uh, modern imperialisme, het veroveren en exploiteren van koloniale gebieden door de westerse landen. En deze twee kenmerkende aspecten die hebben met elkaar te maken. Dus als we ze er eens even bij gaan pakken, dan zien we hier links de Britse industrie staan als voorbeeld. En rechts uh, India als een voorbeeld van een Britse kolonie. Dan die uh, kolonie die zorgde eigenlijk voor grondstoffen voor die Britse industrie. Allerlei producten werden uit uh, die, die, die kolonie uh, geïmporteerd. Die werden in die Britse fabrieken uh, verwerkt tot producten. En die producten werden vervolgens ook weer verkocht aan uh, de bevolking in die kolonie. Het werd dus ook een belangrijk afzetgebied voor die Britse industrie. Ja, en dit dubbele verband, zoals we het hier zien staan, dat werd op grote schaal toegepast in India. En dat was ook heel erg belangrijk voor de Britten. Natuurlijk gaf India heel veel politiek en militair aanzien. Hè. De rest van de westerse wereld keek echt wel uh, vol bewondering naar wat de Britten voor elkaar hadden gekregen in India. Hoe ze dat hele gebied uh, zo veroverd hadden en onder controle hielden. Maar uiteindelijk was India voor Groot-Brittannië vooral economisch gezien heel erg belangrijk. En de Britten deden daar hetzelfde als wat ze bijvoorbeeld ook op Barbados en op Jamaica hadden gedaan. Er werden grote plantages aangelegd voor de verbouw van handelsgewassen. Dit keer niet door middel van slavenarbeid, maar met behulp van de lokale bevolking. Ja, er werden gewassen verbouwd, zoals bijvoorbeeld thee, en katoen en opium. En dat waren uh, producten die je vervolgens uh, goed kon doorverhandelen en sommige kon je ook verder bewerken, zoals bijvoorbeeld dat katoen. En uh, ja, dat katoen werd dus in die Britse fabrieken tot uh, textielproducten uh, werd daarvan gemaakt. En uiteindelijk werden textielproducten voor een groot deel ook weer geëxporteerd vanuit Groot-Brittannië naar India. En India wordt een belangrijk afzetgebied voor die Britse industrie. Nou had India zelf ook altijd al een, een, een grote textielindustrie gehad. Die, die was voornamelijk gebaseerd op huisnijverheid En die werd door de Britten behoorlijk buitenspel gezet. Want de Britten zorgden met allerlei belastingmaatregelen voor dat het voor de, de Britse fabrieken heel goedkoop was om grondstoffen uit India te importeren. En tegelijkertijd dat het ook heel uh, gemakkelijk was om hun producten naar India weer te exporteren. Dus uh, die, die, die Britse producten die gingen heel goedkoop in de Indiase markt op. Maar tegelijkertijd werd er ook voor gezorgd dat de Indiase textielproducten, dus niet de katoen maar de eindproducten, dat die juist door middel van belastingen heel erg duur werden. En dat zorgde er uiteindelijk ook voor dat de Indiase huisnijverheid heel erg achteruit gaat. En uiteindelijk zorgde dat voor een heleboel faillissementen en voor hongersnood in India. En op deze manier kregen de Britten India ook op economisch gebied steeds weer onder controle. Dus nu hebben we al politiek gebied, economisch gebied. En uh, we zullen ook gaan zien dat ze hun macht ook steeds verder uit gaan breiden. En dat doen ze met name via de spoorwegen. Die werden op grote schaal aangelegd in India. Een enorm netwerk van spoorlijnen werd eraan gelegd. En dat was belangrijk voor de vervoer van grondstoffen en eindproducten. Maar het was ook belangrijk om bijvoorbeeld soldaten en ambtenaren over te vervoeren. En zo konden ze dus langzamerhand hun invloed uitbreiden. Ja, waar we eerst zagen dat er betrekkelijk weinig Britten in India waren, hè, daar heb ik het in de vorige video ook over gehad, zien we nu dat er een toenemend aantal Britten ook richting India trekt. En dat kan ook makkelijker, want uh, die, die, de, er komen betere verbindingen tussen India en Groot-Brittannië, waardoor ook de controle vanuit Groot-Brittannië op India nog een stuk makkelijker wordt. Uh, ten eerste worden stoomschepen steeds vaker gebruikt in plaats van zeilschepen, Waardoor uh, de reis uh, korter werd om te maken van Groot-Brittannië naar India en andersom. En die reis werd ook nog eens een flink stuk korter toen uh, in de jaren 70 van de 19e eeuw het Suezkanaal in gebruik werd genomen. En hier zie je op dit kaartje rechts uh, de oude route staan van Londen naar uh, Mumbai. En dat was uh, de onderste paarse lijn. Uh, bijna 20.000 kilometer omdat je helemaal... Om Afrika heen moest varen. En door de aanleg van het Suezkanaal. Eh, zie je dat eh, die reis met. Ja, zeker 8000 kilometer. Eh, verkort wordt. Ja, en zo breiden de Britten hun macht. dus steeds verder uit in India. En dat is een goed voorbeeld. van modern imperialisme.